met dit plan hebben we naar mijn gevoel gewoon de stadsvernieuwing in de Schilderswijk gered. Ja, want er zijn natuurlijk wel hele slechte delen in deze wijk. Maar die zitten min of meer verborgen achter deze laan. De Haagse oud-wethouder Adrie Duivenstein onderweg naar Porto, waar hij destijds in 1984 door deze man, de architect Alvaro Siza, op een nieuw spoor werd gezet. Door de ontmoeting met Siza komt de grote omslag in zijn opvattingen over woningbouw en stadsvernieuwing. Het verandert alles wat hij daarna doet. Een reconstructie van die allesbepalende ontmoeting en die begint in zijn stad, Den Haag. Dus daar heb ik op school gezeten. 1 jaar, toen werd ik verbannen naar een nog slechtere school, dat zeg ik altijd maar, in de Jan de Baanstraat. Dus dit was de pastorie, dat was de kosterswoning, dat was de katholieke school, Sint Augustinus. En dat was het parochiehuis wat ernaast staat. En dat was de Heilig Hartkerk. Die een fantastische klankkast bleek te zijn toen de stem van de pastoor door de kerk galmde. Duivenstein, je irriteert mij. Ik was 9 jaar oud en nog altijd zie ik dit moment als het eerste echte begin van mijn verzet tegen het toen nog zo vanzelfsprekende gezag van onze autoriteiten. De Schilderswijk is in de jaren 60 sterk verpauperd. Op slechts 1,5 vierkante kilometer wonen en werken 45.000 mensen. Het is een kleine stad in zichzelf. Nou moet je dat tweede zinnetje van dat bouwvallige huisje, probeer dat nou eens af te maken. Het bouwvallige huisje is nu onbewoonbaar verklaard. Ja, ja, heeft ze goed gedaan. In de huizen van dubieuze kwaliteit wonen voornamelijk grote gezinnen. Net als in de andere grote steden is de rekker in de jaren 80 compleet uit. Ik loop te reconstrueren hoe het vroeger was. Klopt. Ja, ik weet het ook nog. Ja? Op de hoek had je zo'n SRV winkeltje, weet je. Met zo'n autootje. Ja. Ik heb nog in de husfabriek gewerkt. Het boot hier al lang? 50 jaar. Maar ik vind dit wel een geslaagde straat. Ik vind het wel mooi. Zijn deze woningen nog van die vereniging? Van Haag wonen? Nou, het staat er gelukkig nog. Hoi. Kijk, als kind liep ik dus van de Ruiselstraat, Baghuisstraat. Ruiselstraat, liep ik dus naar het Lam Groen. Dus ik liep dus door al die gebieden die gesloopt zouden moeten worden. Dan hebben we hier het oude centrum, we hebben hier het Binnenhof. En je ziet dus dat door dat oude centrum, dat daar een hele grote ringweg gepland staat. Daar moest dit hele gebied voor wijken. Het
sommige plannen zijn, als je vanuit het nu kijkt, die zouden nu nooit meer zo ontworpen worden. Een voorbeeld is het plan van grijs naar groen voor een soort Bijlmermeer-achtige hoogbouwwijk midden in de Schilderswijk. Dat zou nu niemand meer bedenken. Maar het is toch goed om te laten zien in welke context die plannen gemaakt werden. En ik begreep helemaal niet in mijn jeugd dat het allemaal plat moest. Dus het plan van grijs naar groen, wat dus een uitdrukkingsvorm van dat modernisme was. Ik begreep helemaal niet dat alles om mij heen, ook al was dat verouderd, dat dat maar allemaal zou moeten verdwijnen. Ik kan me herinneren dat ik toen ik 16 jaar was met een meisje omging wat in een naoorlogse wijk woonde. Ze had veel voordelen, maar dat was erg groot nadeel, vond ik. En ik begreep gewoon niet dat je daar kon wonen. Dus ik had op de een of andere manier niks met die wederopbouw, stedenbouw en architectuur. Maar wel heel erg met de bestaande stad. De goede uitschaven Hagen. Te koop, de Schilderswijk. Hè. Hilders was een hele bekende speculant in die tijd. Die heel veel krotten in bezit had. Nou ja, dus voor ons was dat ook symbolisch, de Schilderswijk. Ik was een jaar of 18 toen duidelijk werd dat dus grote delen gesloopt zouden gaan worden. En dat het tegelijkertijd een verpaupering was. Leidde dat in ieder geval bij mij tot de behoefte om me daartegen te verzetten. Dus ik ben lid geworden van de jongere actiegroep Schilderswijk in 1968. Ik had een eigen pand. En die bemoeide zich in eerste instantie met oudere mensen die in slechte woonomstandigheden zaten. Maar al heel snel hadden we door dat het ging om een structureel vraagstuk. Ik heb toen gemeend dat het nodig is dat er een wijkkrant zou komen. Wat actiegroepen gewoon de mogelijkheid gaf om op een eigen manier te gaan communiceren. Nou ja, dit leidde tot grote consternatie, want we werden gesubsidieerd en de VVD en het CDA en die partijen die waren natuurlijk razend. Hè? Tot onze tevredenheid overigens. Dag Joop. Ik heb je sinds 1984 niet meer gezien, hè? Maar actievoeren alleen was niet genoeg. In 1970 wordt hij lid van de Partij van de Arbeid en al snel wordt hij gevraagd voor de Haagse gemeenteraad. 30 mei 1974, ja. Toen begon de nieuwe gemeenteraad. Het eerste plan wat ik behandelde, ja. Dat was het plan Duinlaan. Was dat het eerste plan? Ja, dat was het eerste plan. En toen had jij het hele bestemmingsplan doorgelezen, zo'n dikke vol. Wat verschrikkelijk was dat. En ik had alleen maar die kaart opengevouwen. Ja. En ik zei, dat komt daar. Ja. En dus zei, verrek, hoe doe je dat? Ja. En zo begonnen we eigenlijk. Ja. Maar dat was de eerste keer dat ik dus eigenlijk een tekening, dat ik zag dat je via een tekening zo'n heel boekwerk kon doorgronden. Ja. Ja. He, dus dat je, ik had me kapot gelezen aan al die reglementen en teksten. En hier kwam dus ineens, laten we zeggen, hier werd dus ineens... Een ander vakgebied werd geopend. Ja. Ja. Duivenstein valt op en wordt wethouder. In de ogen van de actievoerders loopt hij over naar de vijand. Duivenstein zelf geeft er een andere draai aan. Actievoeren kan je ook in het stadsbestuur, denkt hij. Maar hij verkijkt zich op de bouwmachine die dan al in volle gang is en die haast niet te stoppen is. Het eerste doel was natuurlijk bouwen. Gewoon letterlijk en figuurlijk gewoon zorgen dat er gaten gevuld werden. Dat mensen ook het perspectief hadden. Hey, verrek, daar komen betaalbare woningen. Dit is voor ons. De Van Dijkstraat, ja, was natuurlijk oud, was natuurlijk versleten. Moest opgeknapt worden, weet ik het allemaal niet. Maar het was wel een voorname straat. En de woningen waren enorm grote woningen. Hoge plafondshoogtes, grote kappen. En ik moest eruit, want ook ik moest verhuizen voor de stadsvernieuwing. Vervolgens wordt alles gesloopt, dus ook die woning waar ik zelf gewoond heb, op 208. En komt dit er terug.
Dit was een hele levendige winkelstraat. En die werd dus omgetoverd in wat we nou tegenwoordig tegenkomen. Ik bedoel, er gebeurt dus eigenlijk niks meer. Dus het hele karakter van zo'n hele belangrijke as in de Schilderswijk werd totaal ontkend. En het werd gewoon gedeformeerd tot wat er nu staat. De Verbassenstraat was ook een lange straat. Ja, dat was dus ook gewoon zo'n lange zichtlijn. En dat moest dan onderbroken worden. En je kijkt dan naar zo'n balkon en daar mag je dan op zitten. Dan neem je toch ook als architect neem je toch helemaal geen verantwoordelijkheid voor. Dan ben je toch gewoon een nitwit. Toch is hij er als wethouder mede verantwoordelijk voor. De huidige bouwpraktijk doet onvoldoende recht aan de culturele verscheidenheid van onze steden. Opdrachtgevers, architecten, bewoners, politici en ambtenaren zien de bouwopgave te vaak als iets meer van hetzelfde. Een uitwisselbare architectuur is het resultaat. Le Corbu. Corbu, Corbu. Frassinelli natuurlijk. Frassinelli? Jean-Pierre Frassinelli. De eerste vakantie met mijn meisje was naar Ronchamp, naar Le Corbusier. Echt waar? Ja. Jij vond veel dingen nogal bourgeois. Ja. Je vond ballet bourgeois, je vond theater bourgeois. Ik kwam dan weliswaar uit de Spoorwijk, maar wij waren cultureel heel actief. We gingen naar theatervoorstellingen, mijn moeder speelde cello in een orkest. Dus cultuur was voor mij niks bijzonders. En ik vond het leuk. Ik merkte dat jij daar ook wel in geïnteresseerd was. Ik vond het leuk om je ervan te laten genieten. Ja, ja, ja. Dus dat is altijd het plezier, dat als je ergens van geniet en je mag iemand. Ja. Ik hield er. Er is iets wat aan je voorbij gaat. En dat is zonde, want dat is hartstikke leuk. Ja, 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 ja. In Parijs, ook Cité Universitaire, was ik zelf heel erg enthousiast over. Corbusier natuurlijk, tot en met. Dus we zijn gaan koffie drinken of lunchen in het Armée du Salut van Le Corbusier. Ja, geweldig. En daar liepen we dan zo al die etages door, want in die tijd kon je nog overal komen. Nee. Dus voor mij waren dat echt openbaringen. Echt ook wat je kon doen met architectuur. Ja. Dus met name die Cité de Refuse. En ja. De Villa Sapin, dat was echt een openbaring van, ja, maar dat kan dus. Ja. Maar dat is dan... Je begrijpt niet waar het vandaan komt. Ja. Dat zit in je. En jij, bij jou was dat, moest dat als het ware nog... Nou, voor mij was het... Gewekt worden. Ja, nou ja, je hebt, als het, zoals dat heet, je hebt me de woorden gegeven om die taal, me eigen te maken. Ja. En het is ook letterlijk de taal van de architectuur. Duivenstein ontdekt de cultuur in het bouwen. Vrijdenkers als Constant Nieuwenhuis laten hem kennis maken met architectuur die visionair en speels is. In de tijd dat ik mij nog slechts verwonderde over de enorme verschillen hoe mensen woonden en werken, verbeeldde de kunstenaar Constant met zijn Nieuw Babylon een geheel andere wereld. De wereld van de bevrijde mens. Constant verzette zich heftig tegen de technocratische concepten van de functionele stad, die slechts een antwoord gaven op het achterhaalde idee van de samenleving waarin de factor arbeid en wonen nog nauw met elkaar verweven zouden zijn. Zelf, midden in de zoektocht van wat stedelijke kwaliteit is, raakte ik door die nieuw Babylonische vertellingen van Constant gefascineerd. Juist het niet afgeslotene, het spontane, het veranderbare werd voor mij een metafoor. Seems like a suicide.
as I played a game of life. I tried to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. En in 1984 brengt zijn zoektocht hem bij de Portugese architect Alvaro Siza. Ik wilde per se in 1984 bij de 10-jarige viering zijn van de Anja-revolutie. Dus dat vond ik gewoon geweldig. Nou, inmiddels had ik dus via een Nederlandse architect, Joop Bolster, kennis genomen van het bestaan van Alvaro Siza. En was uitgebreid beschreven in Wonen TWK. En wat mij intrigeerde was dat een architect was die dus met gewone mensen samen bezig was aan de vernieuwing van de stad. Wij zaten natuurlijk in een impasse in de Schilderswijk. Gewoon, hoe ga je met de inspraak om? Hoe ga je met de vernieuwing van de stad om? En ik wilde hem ontmoeten en gewoon om zijn werk te bekijken. En dit was de plek waar we hebben afgesproken, bij die kerk met de blauwe tegels. We hadden hier Een hotel, daar kon de auto niet komen. Dus we stonden hier op zaterdagochtend en toen kwam er dus zo'n klein autootje met een kleine man. En ja, die nam ons mee. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Takes me everywhere. Voor mij was die inspraak een grote leugen. Overal in Nederland hadden we dus inspraak en waren mensen met architecten aan de slag. Maar vervolgens zagen we overal dezelfde plannen. Yes, and then the station for the metro. Siza was bezig in het kader van een speciaal programma voor gewone mensen om te voorzien in huisvesting, sociale huisvesting. En het bijzondere was dat Siza met die mensen het conflict aanging. En toen hebben we de hele dag projecten bekeken. Toen kwamen we dus in dit project. En ja, toen had ik een hele, dat was voor mij een hele fascinerende ervaring. Op al die trappen waren allemaal planten. Er speelden kinderen. Mensen hingen over de reling, waren met elkaar in gesprek. Het leven zoals ik het ook in de Schilderswijk ken. Wat ik heel belangrijk vind wanneer het gaat om organiseren van kwaliteit, dat je mensen neemt die slimmer zijn dan jezelf. En waar je moeilijkheden mee hebt. Dus mensen die lastig zijn. Ja, jij bent heel vervelend, dat is weer wat anders. Dus niet iemand die je kan zeggen van, ik weet hoe het zit en werk jij dat nou maar even uit. Want dan is er geen conflict, dan is er geen confrontatie. Confrontatie is natuurlijk onzin, dat hoeft helemaal niet. Nee, maar confrontatie is niet negatief. Nou, nee, ik bedoel, als wij een discussie hebben, hebben we een confrontatie. Quanto tempo perguntar? Quanto tempo vive aí? Ah, it's one of the original. Okay. 26 years. He lives since 20. Boa tarde. Eu vim fazer aqui 14 anos. Tenho 52. E o pai dela? Sim. Meu pai foi dos fundadores da Associação. E ela como se chama? Ela? Ela é Isabel. Meu pai era o Avelino Garcia. Ah. E é filha da Orquídea. Orquídea. É, e a Orquídea, está bem. Em sua percepção, em sua opvatting, waren de bewoners de opdrachtgevers. E não um directeur van een woningcorporatie. Of een projectontwikkelaar die daar verder, laten we zeggen, na de oplevering niks meer mee te maken wil hebben. Dat is het mais novo. Eu recordo muito bem do senhor. Olha. Das primeiras reuniões para quando foi olha, o projeto. Olha o homem da Amélia. Que as pessoas não gostavam muito da ideia, porque as casas eram diferentes e não sei o quê. E, mas depois... Olha a filha da Amélia e o filho, da Maria Amélia. Filha da Amélia? É em casa dela. A Orquídea era revolucionária. Minha mãe. E eu, como é que se chamava o grande revolucionário daqui? Também havia o Arménio. O Arménio era tremendo. Toen ik zag hoe hij met mensen omging, ja, toen had ik voor mezelf zoiets van, ja, dit is iemand, daar wil ik mee verder. Hij kon met migranten werken. Hij kon met mensen uit een andere cultuur werken. En hij kon zich ook nog verplaatsen in welke plattegrond hoort daarbij. De un abrazo, Orquídea. Ja.
1981 ben ik naar China gegaan en ik las toen een Prisma Pocket. En dat ging helemaal over de Chinese politiek. Want 1 miljard mensen onder controle houden, dat doe je niet met een wet of dat doe je niet met een militair apparaat. Nee, dat doe je gewoon door letterlijk en figuurlijk campagnes uit te schrijven. Die manier van campagne voeren, die is in mijn achterhoofd blijven zitten. En toen heb ik dus echt verzonnen van, nou, we gaan à la de Chinezen. À la de Chinezen een campagne voeren. Stadsvernieuwing als culturele activiteit. Jij past altijd meteen toe wat je nu ontdekt hebt. Ja, en het interessante is, ik heb het toen nooit gezegd. Nee, ik hoor het ook voor het eerst. Ja. To explain a little way. 1, 2, 3... The access was by a gallery. Yeah. And in project all these galleries would be connected by a main one here. Do you remember? Yes, very well, this magazine. Yes. And I remember that in the newspaper was written that I was a man of conflicts, that I wished conflicts. Yeah, 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 yeah. And I had to explain again, no, this is said, is not true. I don't want conflicts. What I know is that we cannot talk with ceremony, one from the other. We have to be sincere, or the result will not fit, will not be authentic. And then it was a good process. Duivenstein haalt CISA naar Den Haag voor een bouwplan in de Schilderswijk, waar inmiddels veel migranten wonen. Pandje voor pandje ging die af om gewoon met mensen in gesprek te gaan. Dus dat was geen fake vergadering, was geen formele vergadering, hè, waar je ergens in een kantoortje zit en dan zitten er 5 bewoners en die zitten allemaal geweldig ingewikkeld en belangrijk te zijn. Nee, hij nam gewoon de mensen serieus die niet naar de vergadering gingen. Een excursie van bewoners uit de Schilderswijk naar het ruimtelijk ontwikkelingslaboratorium. Dat is een hal waar met blokken woningen op ware grootte nagebouwd kunnen worden. De culturele smeltkroes van de stadsvernieuwingswijken leek moeiteloos met Nederlandse architecturen aangepakt te kunnen worden. In Den Haag is de Portugese architect Alvaro Siza aangetrokken om een nieuwbouwproject te ontwerpen in de Schilderswijk. In zijn project is de nadruk gelegd op de verschillende woonwensen welke andere culturen stellen. Zo is de woning middels schuifwanden opdeelbaar in een mannen- en een vrouwendeel. Op die manier wordt aansluiting gezocht bij het woonpatroon van Turkse huishoudens. Opvallen doet het zeker, maar er komt ook felle kritiek. Duivenstein zou te veel dwepen met buitenlandse architecten en te veel geld uitgeven. En denkt u dat de gemiddelde Schilderswijken energie uitmaakt welke architect wat heeft gebouwd? Ik ben natuurlijk wel eens bang geweest, zeker in de afgelopen 3 jaar toen we met wat prestigieuze plannen bezig waren, dat je het contact met die wijken zou gaan verliezen. En het heeft mij enorm goed gedaan dat contact eigenlijk heel sterk is gebleven. Toch zijn er mensen die een vorm van grootheidswaanzin af en toe toedichten. Als je zoveel ervaring opgedaan hebt als ik, dan word je natuurlijk steeds handiger en dan word je steeds welbespraakter.
Ja, en dan krijg je wel situaties dat sommige mensen daar niet tegen kunnen. Of dat ze denken dat een vorm van grootheidswaanzin is. Je bent ook de man die graag de namen van grote architecten in zijn mond neemt. En die ook een warm hart toedraagt. Nou, ik ben de man die, laten we zeggen, kwaliteit zoekt. In de jaren 70 moesten alle portieken gesloten worden. Moesten ook alle portieken gemeenschappelijke ruimtes worden. En CISA heeft eigenlijk dat oude portiek van Den Haag, dat heeft hij weer geïntroduceerd, gewoon met een open portiek. Maar vervolgens hebben we een enorme strijd gehad met de woningbouwvereniging, want die wilde ook dit portiek afsluiten, dus een hek daarvoor zetten. Kijk, dat is nou wat ik bedoel. Hier, die mevrouw. Dag mevrouw. Die zit daar rustig, weet je wel. Maar weet je, dat soort dingen die zijn we gewoon kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Voor mij symboliseert het project van Alvaro Siza het keerpunt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het feit dat de Fianslaan in tegenstelling tot de Parallelweg een hele samenhangende structuur heeft gekregen met de architect Jo Koenen. Met dit plan hebben we naar mijn gevoel gewoon de stadsvernieuwing in de Schilderswijk gered. Want er zijn natuurlijk wel hele slechte delen in deze wijk, maar die zitten min of meer verborgen achter deze laan. My intentions are good, I use my intuition, zong John Lennon. Dit zou aanvankelijk ook mijn drijfveer zijn om inhoud te geven aan mijn opvattingen over de stad. Weg met het concept van de commerciële verzorgingsstaat, waar de projectontwikkelaars ons wonen vormgeven. Weg met de degradatie van de burger als woonconsument. Laat de burger de stad zelf maken. Laat die burger woonproducent zijn. Adrie Duivenstein blijft zich zijn hele werkzame leven inzetten om mensen meer invloed te geven op hun eigen woonomgeving. Na zijn wethouderschap in Den Haag pleit hij er als Kamerlid voor dat mensen hun eigen huis kunnen bouwen. Vervolgens brengt hij dat als wethouder in Almere in de praktijk. Daar verrijzen complete stadsdelen waar mensen zelf beslissen hoe hun woning en hun woonomgeving eruit komen te zien. De klassieke bouwmachine van grote bedrijven en projectontwikkelaars staat buitenspel als mensen zelf bepalen hoe ze willen wonen.